Lekker even weer in contact komen met jezelf en je geest opladen. Hoe krijg je dit nu voor elkaar terwijl je tegelijkertijd fysiek bezig bent? Het antwoord is yoga. De betekenis van yoga is letterlijk verbinding, zo wordt het vaak vertaald. En de betekenis van yoga is ook iets wat evolueert. Wat ik ook vaak zie is dat mensen die onze school binnenkomen behoefte hebben aan verstilling en aan rust. En een hele grote behoefte voelen om weer meer in contact te komen met het lichaam. Ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat je op heel veel verschillende manieren yoga kunt beoefenen. In onze school hebben we veel stijlen die heel complementair zijn aan elkaar. Dus je kunt op een hele gecontroleerde manier het lichaam bewegen. Ja, waardoor de ademhaling ook een hele belangrijke rol speelt. En dan ontstaat er een hele mooie flow. Maar je kan ook op een hele andere manier het lichaam inzetten. En dan doet het lichaam veel meer op een ontspannen manier mee. Die enorme verscheidenheid aan lessen, dat vertaalt zich ook in onze livestreams en onze online trainingen. Yoga is geschikt voor iedereen. Het is een grote misvatting dat er iets te lukken valt of dat je iets moet kunnen wanneer je yoga beoefent. Je doet het met het lichaam wat je nu hebt en dat is perfect. Nou, de toekomstvisie van de nieuwe yogaschool, dat we mensen willen inspireren en de boodschap van yoga willen overbrengen voor zoveel mogelijk mensen.